Oké, Younes. Welkom. Hey, welkom. Bedankt om van zo ver te komen. Van ja. Amsterdam. Van Amsterdam. Ja, van een eindje, joh. Geboren en getogen. Geboren en getogen in Amsterdam, ja. Ja, hoe oud ben je nu? 29. Same age. Ja, maar jij bent van 93. Ja, 92. Je mocht echt een max zo enigje van je hoofd direct voor. Zo? Ja. Dat is wel beter, ja, man. Voormalig top 600 crimineel van Nederland. Ja, klopt, ja. Van Amsterdam. Ja. Zat je daar fier op? Of? Hè? Zat je daar fier op? Bij de... Nee, trots op? Nee, ja. Nee, niet echt trots, nee. Nee, eigenlijk nee. Niet, ja, helemaal niet trots. Nee. Nee. Hoe zeg je daar dan eigenlijk opgeraakt? Hoe ben ik daarop gekomen? Door een verkeerde levensstijl. Verkeerde vrienden ook, zelf verkeerde keuzes maken. En gewoon veel delicten plegen, dan kom je erop, ja. Maar was dat je begonnen? Hoe ik ben begonnen? Ja, het begint bij kleine dingen eigenlijk. Dat je gewoon fietsen, snorfietsen. Scooters, Vespa's. En op een gegeven moment ga je steeds een stukje verder inbreken. Overvallen plegen, drugs dealen, ja. Die fietsen zijn wel gemakkelijk in Amsterdam, denk ik. Ja, kapot veel. Zijn er zoveel, dat is niet normaal. Ja, en, was het ook in die volgorde, die stappen? Nee, bij mij was het eerst gewapende overval. Oh, je bent omgekeerd te werk gegaan. Ja, dus gewapende overval als eerste. Toen, dat was helemaal mislukt. En toen fietsen stelen weer. Wat is mislukt? Ja, de overvallen waren mislukt, ja. Ja, okay. Dus toen dacht ik van, overvallen plegen is toch wel gevaarlijk. Ik ga het niet doen. En toen, een beetje mijn lesje geleerd, maar eigenlijk toch niet. Want daarna ging ik al gauw verder met fietsen stelen, snorfietsen stelen. Wat zijn snorfietsen? Een snorfiets is met een blauw kenteken. Het lijkt op een snorfiets, maar het is gewoon echt een scooter. Aha, maar dan met een blauw kenteken. Okay, hoef je geen helm op, geen kask. Oh, oké. Okay. Ja. Weer iets bijgeleerd. Ja, maar Amsterdam of Nederland heeft rare regels. Maar tegenwoordig, moeten alle snorfietsers... Die moeten wel een helm op. En die mogen maar 25 km per uur, hè, trouwens, die dingen. Dat is even snel als die steps die wij hier hebben, zo'n 25. Ja. Dat was het juist. In Nederland heeft iedereen zo'n blauw kentekenplaat. Dus dan hoef je geen helm op. En dan gingen ze die flink opvoeren. Dus dat die 85, 80 ging. Oei, En dan hoef je geen helm. Dus dat, maar nu, dus met die regels en zo, is het eigenlijk niet te doen. En waarom zeg je dan met de criminaliteit begonnen? Wat was de reden? Ja, ik voelde me niet echt begrepen. Ik was ook op een school, zeg maar, waar hele rijke kinderen zaten. En ik kreeg niet veel geld van mijn ouders. Ik voelde me best wel minderwaardig eigenlijk. Ik kon geen dure kleding kopen. Iedereen in mijn klas droeg eigenlijk dure kleding. Of eigenlijk op school. En voelde ik me niet fijn bij. En was het een bewuste keuze van je ouders om je op die school te zetten? Of? Ja, eigenlijk wel. Ik ging eerst naar een andere school, maar eigenlijk... Elke jongere in Nederland heeft de keuze voor een eigen school, dus je kan zelf kiezen. Dus je ouders hebben daar eigenlijk niks over te zeggen in Nederland. Ja, ze kunnen wel een aanbeveling doen, maar je mag zelf eigenlijk kiezen volgens mij welke school je wilt gaan. En ik was toen op het Amsterdamse Seminar in de tweede gekomen. En eigenlijk snel al daarna voelde ik me daar echt minder waardig eigenlijk, dat ik geen geld had. Dat de jongens met de mooie jassen, met de scooters en zo, en die veel geld hadden, die kregen natuurlijk aandacht van de mooie meisjes. En dacht ik, waarom ben ik nou niet gewoon rijk, weet je? En ik dacht, wow, ik moet nog 6 jaar naar school, of 8 jaar zelfs. Ik was toen 14, je moet eerst je middelbare school, dan moet je HBO, WO nog gaan doen, dan ben je al... dik in de 20. Ik dacht, dus jij dacht man, ik ga een inhaalmanoeuvre maken. Ik ben 14, ik dacht, ik ga inderdaad een inhaalmanoeuvre maken. Ik wil nu geld hebben, ik wil het nu hebben. Ja. Ja. En hoe komt je dan ineens bij van, oké, ik ga een overval plegen? Nee, er was iemand die naar me toe kwam, die zei van, ik ken iemand die werkt bij het rondvaartbootbedrijf, Kennelbike. En dat is best wel een groot rondvaartbootbedrijf. En die gaat met de weekopbrengst fietsen naar het hoofdkantoor en die heeft de weekopbrengst bij zich. Dus ga je mee. Jij hebt een scooter, dus dan kun je mooi rijden. Dus zo, van het een komt het ander. En ik ga niet te lang, want het is een heel lang verhaal. Ja. Maar het was gewoon mislukt. En de tweede overval was ook mislukt en de derde ook. Maar je hebt wel steeds geprobeerd. Op één avond, drie overvallen geprobeerd. Op één avond. Pizza bezorger ook, niet? Ja, pizza bezorger, ja. Maar dat is wel een beetje moeilijk, heb ik gehoord. Ja, klopt. Ja. Die waren ook best wel snel. Die hadden ook scooters, toch? Dus, het zat niet echt mee, die avond. Nee, het avond, zat niet mee die avond. Nee. Daarna ook nog een flink pak slaag gekregen. Oish. Voor die laatste overval, dat waren de jongens gewoon uit mijn eigen buurt. Dus die wisten mijn naam uiteindelijk, omdat die jongen met wie ik was, die had mijn naam geschreeuwd tijdens de overval. Yo, idioot. Younes, start die brommer! Ja. Dat waren Marokkaanse jongens die zeiden, wacht Younes, wacht maar, we pakken jou wel. Oh. Dus dat was wel een flink pak slag dat ik heb ontvangen. Maar toen dacht ik van, even geen overvallen plegen. Laat me het rustig aan doen. Dus toen ging ik snorfietsen stelen, scooters. En op een gegeven moment, dat werd natuurlijk inbreken. En op een gegeven moment ook drugs dealen. Dus met de jaren ga je steeds dieper erin, zeg maar. Ja. En je wordt ook steeds roekelozer. Ja. Hoe oud was je toen? Ja, hoe oud was ik wanneer?
Ja, toen, op dat moment. Dat overvallen, zeg maar. 15, ja. Oh shit, man. Je lekker jong. Ja, nog jong, ja, zeker, ja. Ja. Oké. Okay. Ja, maar sowieso nu in Nederland zijn heel veel jongens zijn ook echt die leeftijd, hoor. Ja, het begint nu heel jong. Vroeger was het echt... Ze gaan beginnen met iets kleins en dan opstappen. En als het, op een gegeven moment komen ze dan bij een overval uit, gewapend. Ja. Misschien 19, 20, 22. Nee, nu tegenwoordig jongens van 14, 15 gaan gewoon gewapend met pistolen. Toch al, hè? Ja, ja. Dat is wel, het is, die grens is veel lager. Is dat ook omdat de armoede meer is of zo? Of, ja, ik denk het ook. Waar ligt dat aan? Ik denk ook dat het te maken heeft met de mentaliteit van tegenwoordig. Ja, een groot probleem denk ik dat het minimum jeugdloon is, wat in Nederland is. Ja. Dat jongeren van 15, 16, die krijgen gewoon 3 euro per uur. Ja, dat is gek, man. Als ik daar loop en ik zie die reclames in de Albert Heijn, denk ik van, wat moeten ze doen met 3, 4 euro? Wat moeten ze doen? Slavenarbeid gewoon. Alles is duurder geworden? Ja, moderne slavenarbeid. Hoe kun je iemand van 16, die misschien of van 15, die evenveel werk of misschien wel meer werk verricht dan iemand van 20 of 22... Dan geef je hem echt niet eens een beetje minder. Gewoon echt 1/3 of 1/4 van wat de persoon van 20 verdient. Ja, het is echt... Ik vind dat persoonlijk dat als ze de criminaliteit willen verminderen, de jeugdcriminaliteit, moeten ze af van het minimum jeugdloon. Dat is de grootste ding, toch? Denk ik. Je kunt er toch niet op overleven? Geen elk normaal mens kan er op overleven, man. Nee, dan werk je 100 uur en dan heb je 300 euro. Wow, joh. En hoeveel verdient je met één fiets? Vanaf meestal 100, 150 euro, ja. Ja, maar als je op een dag meerdere fietsen pakt, weet je ook. We hadden zo'n moedersleutel. Ik weet niet of ze dat hier hebben in België. Oh, hey, one key that unlocks all keys. Ja, daar kun je alle sloten mee openmaken. Dus dat was wel was gewoon. Dat is eentje, ja. Gewoon erin, eraf. Zo makkelijk gaat dat. Ja, ging echt heel makkelijk uit de stad, ja. Nu is het volgens mij wel moeilijker. Ook heel veel fietsen hebben nu GPS. Vooral die elektrische fietsen, die hebben allemaal bijna GPS. Het is wel lastiger geworden. Maar nog steeds is het wel mogelijk. En die overval dat je gepleegd hebt, was dat gewapend? Of, Ja, maar het was helemaal mislukt. We zijn nog niet eens echt aan de overval toegekomen, zeg maar. Die jongen was naar binnen gegaan, zeg maar, in het hoofdkantoor. En die had ons niet eens gezien. die was van zich totaal van geen gevaar bewust, zeg maar. Dus dat ging het plan al. Ja, die plan ging mis. Die jongen was te laat met afstappen en met zijn bivakmuts opzetten. Alles, ja, die was gewoon te laat, ja. En ik vraag me altijd af, als je dan zo veel in de criminaliteit zit, op dat moment... Had je toen iemand kunnen doodschieten of niet? Doodschieten, dat zou wel lastig. Ik denk het niet. Want als je altijd gewapend bent, dan is die kans er wel altijd, hè? Niet? Of blijft dat wel altijd in de straat zo een beetje van... You don't kill anybody. Nee. Je kan niet iemand killen die niks heeft aangedaan, vind ik zelf. En dat denken ook heel veel mensen. En als je op die tour gaat, zeg maar, met mensen killen... Dan is het ook heel... Het einde is heel snel in zicht, zeg maar. Dat is gewoon een... hoe noem je dat? Ja, sneltreinkaartje richting je kist. Ja, toch? Gewoon Thalys richting je kist. Ja. Kom maar, Nederland of Amsterdam, Antwerpen, huppa, half uurtje. Ja. En dan lig je er al. Ja. Is het al ver gekomen? Hè? Is het al zo ver gekomen? Met wat? Bijvoorbeeld wapens. Ja, ik bedoel in Amsterdam en Nederland gewoon... Okay. Ja, met jou voor vallen? Nee. Ik ben nooit met wapens in zee gegaan. Ik wist gewoon dat... Dat wapens, daar komen gewoon problemen van. En ik wist ook zelf, als ik weet hoe gek ik kan zijn als iemand me slaat of zo, of als ik ruzie heb. Dat als je een wapen op zak hebt en je bent geladen en je loopt met dat ding op zak. Ja. En iemand gaat je bijvoorbeeld slaan of zo, of je hebt ruzie ergens. Dan ben je geneigd om het te trekken. Tuurlijk, toch? Je krijgt een klap in je gezicht, een glas in je gezicht of zo. Mensen slaan je met z'n drieën kapot. Hey, gelijk dat ding. Iedereen op afstand, iedereen gaat gelijk liggen, iedereen gaat aan de kant. Ja, dan voel je ook gelijk machtig. En dan misschien de eerste keer trek je hem alleen, de tweede keer en dan schiet je in de lucht. En de derde keer krijg je zo'n harde klap. Denk je, nee, deze keer ga ik echt schieten, man. En dan snel gebeurt, hè? Ja, en vooral in die opwelling, in die emotie. Ja. Nee, echt, ik zal iedereen ook adviseren. Geen wapen dragen, want op een gegeven moment ga je hem gebruiken. Ja. Hey, mooi advies. Wisten ze dat maar in Amerika? Hè? Ja, precies. Ja. Die dingen daar zijn legaal. Ja. Je kan gewoon naar binnen halen. Supermarkt. Ja, gewoon een M16 in de supermarkt. Zo'n wapen, hoor joh. Gek. En ook nog goedkoop, hè? Ze zijn niet eens zo duur. Voor $800, $700 heb je gewoon een. Hoe noem je dat? Gewoon een militair wapen heb je dan. Assault rifle. Assault rifle, rustig. Dat was het. Ja, ik heb nu ook gehoord dat er dus politieagenten in Texas en zo. Ze AK-47's kopen voor hoeveel is dat, 800, kun je wel staan? Ja, dat zijn de prijzen. En dan in Mexico en de kartels verkopen voor 10 keer de winst. Ja. Ja, klopt. Dat is gek, hè? Dat is een groot probleem in Amerika, ja. En wanneer was hoe oud was je toen je de eerste keer bent gearresteerd? De eerste keer gearresteerd dat ik echt voor een delict was ik 16, maar dat had ik niet gedaan. Dus ik zat wel 3 maanden vast, maar ik had het echt niet gedaan. Het was niet een beroving, zeg maar, zoals het werd gezegd. Zo. Was dat op jouw verjaardag? Ja. Is dat die? Ja, die ja. Het was 16, 17, ja. Ik heb aflevering gezien van de kinderrechter. Grappig, ja, klopt. Shit, man. Je lijkt keihard op Afvalaai.
Afala, serieus? Ja, man. Ook, en toen keek ik in de comments, had iemand hetzelfde gezegd. Ja, oké. Okay, grappig, man. Ja, ja, nooit gehoord. Wacht, ja. Afala, dat is ook die... Ik ben die zat bij PSV. Barcelona? Ja, ja, ja. Ja. Ik heb die nog zien spelen bij PSV. Toen, ja, ja, was wel echt een goede speler. Ja. Ik vind hem wel minder, hoor. Op tv vind ik hem wel... Ja, ik volg het niet meer. Ik volg het wel. Ik vind zijn kritiek altijd op spelers vind ik niet zo leuk, eigenlijk, okay. Ja. Oh, hij is zelf presentator. Hij is nu presentator geworden, oh, ja, ja. Okay. Ja, dat vind ik wel jammer, dat hij altijd kritiek heeft op andere spelers. Voor de rest een hele goede speler, maar... Ja. Als jij, stel hè, je ziet jezelf terug in die kinderrechter, die aflevering. Ja. Wat zou je tegen je jongere ik zeggen? Ja, ik zou zeggen tegen mezelf, gewoon accepteer jezelf gewoon zoals je bent. Neem gewoon genoegen met minder. En blijf gewoon werken aan je dromen en dan komt er vanzelf al sowieso wat goeds uit. Dus ja. Ik vond je heel... Je komt heel intelligent over op die leeftijd al. Ja, ja, ja. Want ik vergelijk het dan met mezelf. Hoe ik was op 17, ik was nog niet zo wel uitgesproken. Mm-hmm. Of toch zeker niet in zo'n situatie zou ik niet eens durven mijn mond open trekken of zo, weet je wel. Daar ben je al wel stappen verder. Ja, of toch, ik merk dat je toch iets volwassener bent dan een gewone 17-jarige. Ja, precies. Ja, als je op een jonge leeftijd veel dingen meemaakt, dan you have to grow up fast, weet je. Dus je gaat sneller opgroeien. Je gaat dingen eigenlijk mee die normale mensen niet meemaken. Die maak je op jonge leeftijd heel erg mee. Dus ja, dat vormt je wel en dat gaat je ook sterker maken in zin. En het heeft natuurlijk ook zijn minpunten, maar het heeft die pluspunten, dat merk je ook natuurlijk. Tuurlijk, komt er sterk uit. Hè? Ja, zeker, zeker. Ja. Ja, maar dan moet je het wel goed gebruiken natuurlijk. Ja. Je zegt ook van, jou echt naar school toen. Daar werd toen tijd afgepakt jou en jou echt naar school. Dat was voor jou de laatste kans, zeg maar. Ja. Het was je laatste, je was toen... Bijna 18? Bijna 18, ja. Ja. Ik dacht, ik zou nooit meer naar school kunnen gaan. Uiteindelijk heb ik toch nog mijn HAVO-diploma gehaald. Proficiat, man. Ja, in de gevangenis ook, als eerste Nederlander ooit. Ja, serieus? Ja, en ook nog cum laude, gewoon met alleen maar 8 en 9's. Nog Italiaans, Frans, Spaans, ja, alles. Hoeveel taal kun je nu? En nu 7 redelijk. Ja. Welke? Nederlands, Engels, Marokkaans, Arabisch en dan Italiaans, Frans... Spaans. En natuurlijk Nederlandse straattaal. Ah, ja, dat telt ook mee. Als tuurlijk, andere, die telt gewoon mee. Andere lingo. Die tellen we gewoon mee. Ja, zeker. Sorry dat ik even onderbreek, maar we mochten hem iets meer zo naar uw kant doen. Ja. Ja, dat is perfect. Anders dan zie je gezicht niet. Oké. Wat de fucked up. en dan op een bepaald moment kom je in een instelling terecht. Ja. Wat was de reden? Wanneer eigenlijk? Wanneer dat je in de instelling terechtkomt. Ja, ik was toen 16, 17 jaar. Ja, omdat ze zien dat het niet zo goed gaat en dan willen ze je opvoeden, zeg maar. Dat was het idee vroeger. Dat we sluiten mensen op in Nederland, was dat. Jonge mensen sluiten we op en dan gaan we ze autoritair opvoedingsprogramma geven. En dan hopen we dat ze beter eruit komen. Dat was de gedachte. En bij iedereen was het tegenovergesteld. Werkt averechts, hè? Ja, tuurlijk. Je gaat mensen opsluiten zonder tv, zonder vermaak. Op een groep met... Je kon niet eens uit je celraam kijken. De celraam was afgeplakt met tape. Dat je alleen maar kon zien of het licht of donker werd. Dus je kon niet eens naar buiten kijken. Terwijl er hele prachtige bossen buiten waren. En dan ben je nog zo jong ook. Dan ben je nog zo jong, ja. Ben je 16, 17 jaar, dan zit je in een gevangenis. Omdat je opgevoed moet worden. Ja. En dan noem ik geen... Zelf geen noem ik dat geen opvoeding. Nee, in de ochtend dan moest je op de stip staan. Moest je 2-on-2 marcheren. Mocht je dus... 2,5 minuten douchen, 1/2 minuut afdrogen. Kom op, schiet op. Allee. Ja. En dan... dus nog 1/2 minuut afdrogen. 10, 9, 8, 7. En dan in de ochtend, hè? In de ochtend. Heel vroeg zeker ook nog. Ja, en het eten was niet te eten. Ja, al die mensen daar hadden alleen maar een achternaam. Dus ze hadden geen voornaam. Je moest echt mevrouw... ik weet niet, mevrouw dit. Mevrouw... Ja, het was niet persoonlijk, nooit. Nee, nooit. U moest ook iedereen met u, dus fouilleren, zeg maar. Ja. Als je zei, werd je naar kamer gestuurd voor een 1/2 uur. Als je kanker zei, of kut kloten, dan moest je ook een 1/2 uur naar kamer. Hoe vaak werd dat daar gezegd? Ja. Toch wel vaak, niet? Ja, maar dan ging je gelijk naar kamer, dus ja. Ja. Maar je dat ook allemaal met criminelen dan? Ja, nee, dat waren dus dat in die instelling was het zeg maar niet met criminelen. Zat je zeg maar met jongens die ook opgevoed moesten worden, ja. Maar ja, wat zoals ik wel... ik dacht destijds dat al die jongens uiteindelijk toch wel de verkeerde kant op zouden gaan. En inderdaad, het was net alsof je een stoomcursus kreeg richting de gevangenis. Want al die jongens die daar zaten, zaten uiteindelijk allemaal... ben ik nog tegengekomen in gevangenissen en in... Ja, zeker. Je was dan 17, 18. En dan word je 18 en dan ga je naar de volwassen gevangenis, ja. En hoe lang heb je daar gezeten? In die instelling? Daar had ik toen op een gegeven moment, ik denk 4 maanden of zo. Toen ben ik daar weggegaan. Je mocht zelf weggaan? Nee, ik ben gevlucht. En toen uiteindelijk was ik 18 bijna. Toen dachten ze, oké, we kunnen toch niks meer met hem doen. En toen ben ik uiteindelijk alsnog opgepakt voor wel iets. Voor een beroving. En toen heb ik wel iets van 2 jaar gezeten. En toen 3 maanden vrij.
Weer naar buiten, ging de drugshandel in. Ook 3 maanden vrij alleen. En toen, hoe lang? 4,5 jaar uiteindelijk gezeten. Toen achter elkaar. Wow. Ja, ja. Jesus. En ook een tijdje op straat gewoond, hè? Ja, dat was toen ik 16 was. Ja, toen je 16 werd. Ja, ja, ja. En ik had gehoord dat je dan gewoon 's nachts met je scooter rondreed. Ja, rondjes rijden. Ja, je gaat toch niet... ik had geen zin om op straat te slapen. Dus je gaat proberen wakker te blijven, jointjes roken. En ik had dus gelukkig had ik een scooter. Dus dan had ik tenminste nog vervoersmiddel. Kon ik nog daar en daar. Kon ik overal zeg maar snel heen. En dan ging ik gewoon om niet in slaap te vallen, ging ik gewoon rondjes rijden, ja. Ja, man. Je was liever niet thuis, hoe was dat? Nee, ik mocht niet naar binnen, dus dat was wel... Ja, je was al, dat mocht niet naar binnen. Nee, dat, ja. Dat was wel kloot, ja. Maar ja, gelukkig uiteindelijk toch wel, kon ik bij mijn vriend terecht. En daarna toch weer bij mijn moeder. Zijn moeder, Younes, kom maar snel naar huis. Ja. Ja, dus dat was wel gedaan. Hoe, ja, gaat dat nu? Ja, gaat heel goed, ja, ja. Band met mijn ouders is helemaal hersteld. Mooi, man. Ja, gelukkig, ja, zeker, ja. Ja. Heeft dat lang geduurd? Ja, tuurlijk. Als je crimineel bent, dan weet je niet wat het je allemaal eigenlijk veroorzaakt bij je ouders. Bij mijn, tuurlijk, moeder bijvoorbeeld. Ik ben ooit ontsnapt uit de gevangenis zelfs, toen ik 19 was, 20. Ja. Toen kwam gewoon arrestatie, mijn broertje was toen 10 jaar. Kwam mijn arrestatieteam binnenvallen met getrokken wapens. En hij deed de deur open. Open doen! Hij wist niet eens, hij is 10 jaar. Hij doet de deur open. Met getrokken wapens komen ze daar binnen de kamer binnenstormen. Nah. Dus ja, dat is voor hem heel erg geen impact. Hij ziet opeens daar hij heeft nog nooit een vuurwapen gezien. Hij ziet tuurlijk. 5, 6 gemaskerde mannen met vuurwapens daar rondrennen. Ja. Ja. Dus dat was wel. Dan weet je eigenlijk niet als crimineel zijn. Dan weet je niet wat je eigenlijk je gezin aandoet. Wat je aanricht eigenlijk. Hoe zat je toen ontsnapt? Ja, gewoon, dat is ook een heel lang verhaal. Deze wil ik wel iets weten. Ja, ja. Deze, de prison break ja, is gewoon, we zagen dat er raamonderhoud was voor... ze waren aan, zeg maar, raamonderhoud aan het doen voor... Ja, om de ramen schoon te maken of om te onderhouden. En ja, ik had net gehoord dat mijn verlof was ingetrokken en dat ik nog waarschijnlijk nog een jaartje vast zou zitten. Dat had ik net in een gesprek gehoord. En dan zie ik opeens die stijger staan. Ik kijk een jongen aan, we kijken elkaar aan. Gaan we? Ja, gaan we. Ja. Dus ja, toen hebben we gewoon de sleutels... van de groep. We hebben eerst een auto gebeld voor de deur, een snelle BMW voor de deur. Wat nog meer. We moesten in ieder geval een wapen hebben. Want ja, er zijn 30 mensen, 40 mensen misschien van de gevangenismedewerkers. Zo. Ja, dus dat zijn veel mensen. Dus we moesten wel iets hebben om ze op afstand te houden. Dus toen hebben we gevraagd om gevulde paprika's te maken. Hebben we groot kokmes hebben gevraagd. En gevulde paprika's, hoe bedenk je dat? Gevulde paprika's. En weet je wat het grappige nog was? Dus die paprika's, die moet je toch eigenlijk vullen? Ja. En hij ging die paprika's snijden. Oh. maar die vrouw heeft het niet eens gemerkt. Nee? Ja, die had het niet eens gemerkt. Ja, gevulde paprika's, ja. En hoe lang heeft dat dan geduurd totdat ze je hebben opgepakt? 4 dagen. 4 dagen? Ja, en toen, wat ik zeg, ja, toen 4 jaar extra erbij gezeten bijna. Ja. Zie maar, dat vraag ik me altijd af toen ik Prison Break keek en zo. Ja. Ik vroeg me altijd af van, wat is dat gevoel als je... gevlucht zijn van de gevangenis. Ja, dat is onbeschrijfelijk. Dan ben je heel erg blij, joh. Dat is echt... Ja, maar je zit ook met stress dat ze je gaan pakken. Je moet ook met heel veel dingen bezig gaan. Nee? Nee, in het begin niet. Dan ben je gewoon euforisch. Ja, je bent wel op je hoede. Maar je weet gewoon, je bent nu een van de normale burgers. Je zit tussen in Amsterdam. Ja, hoeveel mensen wonen er? 1 miljoen mensen. Dan zit je als één tussen de 1 miljoen mensen. En weet je hoeveel Marokkaanse jongens er rondlopen in Amsterdam? Ja, dan moeten ze... Ja, vooral als je nog een petje op doet of je doet een beetje... als je een politieauto ziet, je gaat niet opvallend niet doen. Opvallend, je gaat niet naar plekken waar heel veel mensen komen. Je gaat niet onder de politiecamera zwaaien of zo. Ja, als je gewoon normaal gedraagt, kun je best wel een tijdje buiten blijven. Maar helaas niet gebeurd. 4 dagen, ik ging toch de stad in. Ja, dat is eigen stomme fout. Ja. Was je toegepakt dan, terug? Ja, ja. Ik was met 2 meisjes liep ik. En eigenlijk mag ik dat niet zeggen, want het komt pas in mijn 2e boek, man. Oké. Ik was herkend en toen ben ik aangehouden. Ja. Okay. Door een motoragent, ja. Godverdomme, hé. Ja, nou, als je een motoragent, dan heeft het weinig zin om weg te gaan sprinten. Ja, die heeft je snel, hè? Nee, die heeft je wel snel, ja. Shit, motoragenten zijn wel de lastigste, ja. Dus je gaat een 2e boek maken, ook over je leven dan? Of? Misschien wel, ja. Ja. Het zal wel, het behoort wel tot de opties, ja. Ja. En op een bepaald moment ben je ook koop te delen? Ja, zeker, ja. Hoe ziet u op het hoogtepunt van uw criminele carrière, hoe zag uw dag eruit van 's morgens tot 's avonds? Ja, in de ochtend gewoon... meteen al in de ochtend gewoon gaan bewegen. Dus je cocaïne gaan het liefste is dan voorverpakt. Als dat nog niet is, dan ga je pakjes maken. Ga je allemaal op verschillende plekken zeg maar, bewaren. Dus je gaat niet alles op in één grote zak. Want dat is wel... Stel je voor je raakt het kwijt, ja, dan ben je de lul. Maar ook weer niet, je moet ook niet te veel nemen op zak. Dus stel je voor, ik heb nu 10, 20 bestellingen. Nou, dan ga ik die ritjes doen. Dus ik ga die kant op, ik ga daarheen achter elkaar. En dan weer ga ik weer het liefst terug naar huis om weer nieuwe te halen. Want je wil niet met te veel op zak lopen.
En ja, als je je ritjes hebt gedaan, dan ga je gewoon wachten tot mensen je bellen. Maar in de tussentijd, dat was mijn ding. Ik ging niet zeg maar wachten totdat mensen mij gingen bellen. Ik ging gewoon echt ook de straat op. Dus ik ging de wallen op vooral. En daar heb je ook heel veel toeristen. Dus dan had ik voor toeristen had ik speciaal andere packjes. Dus niet voor vaste Nederlandse klanten. Gewoon mensen uit Nederland had ik gewoon voor €50. Ik geef het je gewoon pure cocaïne voor €50. En voor toeristen deed ik een beetje mix erbij. En dan bijvoorbeeld als je uit Denemarken kwam, dan vroeg ik €100. Kom je uit Australië €200. Italië. €60. België €50, €60 ook. Andere prijzen. Ja, maar België is special prijs. Ja, Fransen €70, €80. Ja. Italianen €70, zo ongeveer. Dus, en ook in het gesprek ga ik meewerken van hoeveel kost het daar en hoeveel betaal je normaal? Ja. En dan denk ik, oké, weet je, deze kan ik goed trekken. Ja, dan ga je €150 vragen bijvoorbeeld. Als je ziet dat ze echt nodig hebben, dan zeg je nee, sorry, maar ik heb nog maar eentje. Dan ben je helemaal vol zitten. Ja, je moet toch een beetje business doen, ja. Dus proberen het meeste eruit te trekken. Maar als ik gewoon, dan zeg maar mijn Nederlandse klanten, dan gaan we gewoon, die moet je wel gewoon goed houden, snap je? Die bellen je vaker. Ja. Kijk, toeristen die komen één keertje, die bellen je nooit meer terug, snap je? Dus daarom probeer ik op die manier zoveel mogelijk eruit te trekken. Maar, dus je klantencontact was goed? Klantencontact was wel goed, ja, zeker. Je moet wel gewoon echt je klant, de klant is koning, ja, zeker. Ja. Je gaat niet een Nederlandse klant die elke week bij jou zou kunnen bestellen, ga je dan troep geven. Het liefst geef je hem de eerste keer zoals gratis. Maar ja, als je niet weet dat hij zeker belt, kan dat ook weer niet, dus je moet wel onderscheid in maken, zeg maar. Ja. Maar jij werd ook de enigste op de wal dat echte coke verkocht had? Ja. Die tijd waren er heel weinig jongens, omdat iedereen liep met neppe cocaïne. Het was ook algemeen bekend eigenlijk. Overal hingen ook bordjes op de wallen van don't buy from street dealers, it's fake cocaine, weet je. Dus iedereen dacht ook dat heel veel Engelsen, vooral Engelsen, werden vaak het meeste opgelicht, omdat ze gebruiken ook het meeste. Maar die werden vaak opgelicht. Dus, de Engelsen zijn gek, hè? Ja, die zijn gek. Maar op een gegeven moment wisten ze ook in Engeland dat in Amsterdam alleen maar neppe cocaïne werd verkocht op de wallen. Dus dan was het voor mij soms lastig om hen te overtuigen. Dan zei ik gewoon, come here, my friend. Test dit, test. En dan vonden ze het goed en dan waren ze mijn vriend. Ja. En dan was ik hun vriend, zeg maar. En het motto, don't get high on your own supply? Ja, dat ging wel goed eigenlijk, ja, zeker. Yeah. Ja, op een gegeven moment ging ik ook wel een beetje proberen eigenlijk. Ja, ik had het nog nooit gedaan. Ik dacht van, hè, wat verkoop je eigenlijk? Gewoon cocaïne, hè? Deed je ook andere dingen? Of? Nee, zeker niet. Alleen cocaïne, zeker. Okay, ja. En dan ging ik ook proberen, ja, kijken wat je wilt wel, op een gegeven moment word je nieuwsgierig. Tenminste, ik had dat zelf, weet je. Ja. En ik had ook best wel lang vastgezeten, dus je wil ook een beetje, ik was ook, zeg maar, mezelf nog een beetje aan. Ik was 19 jaar, weet je. Je wilt ook jezelf een beetje, ik was nog nooit naar een echt feest gegaan, weet je. Ja. Dus ja, dan ga je feesten, een beetje zelf proberen. En ja, dat heb ik ook gedaan, ja. Is normaal, hè? Ja, zeker, ja. Ja. Ja, jullie ook, toch? Ja, ik ook niet. Nee, ik ook niet. Nee. Goed zo, sterk, man. Ik heb a lot. I smoke a lot of weed. Weed. Ja. Maar koken. Nee, ik heb dat wel eens geprobeerd, maar het is echt niet iets. Ik heb er niks aan. Ik vind het ook maar iets naars. Ja, naars. Zo, ja. Nou, daarmee, ik wist wel. Ik als mijn moeder, moeder erachter komt, dan krijg ik klappen. Maar, ik wist zelfs niet dat koken op verschillende plaatsen anders kost. Ja, zeker. Maar niet. Weed is overal hetzelfde ongeveer. Ja, klopt. Ja. Inderdaad, nee. Cocaïne heeft echt overal een. In Australië is het wel super duur, blijkbaar. Sigaretten kosten daar ook €40 of zo. Serieus? Dat is ook gewoon een groot eiland aan de andere kant van de wereld. Die moet alles importeren. Ja, precies. En ook als je in Australië in een club gaat. En je blijft daar tot na 12 uur. Na 12 uur mocht je niet meer buiten en terug binnenkomen. Wow. Ja. Wow. Speciaal land. Streng, man. Maar elke keer als je uit de gevangenis komt of uit een instelling, dan heb je altijd de kans om te zeggen van oké, ik ga het rechte pad bewandelen. Ja, zeker. Waarom toch altijd naar het... Ja, dat is toch wel eerst in het begin altijd als je... als ik vrij kwam. Dan wilde ik gewoon het rechte pad, zeg maar, bewandelen. En dan ging ik solliciteren. En dan probeer je toch te sporten. Zeg maar van de straat af te blijven. En dat ging altijd mis. Van alles wat me tegen zat. Justitieel incassobureau wat me boetes opstuurde. Dus eigenlijk, na je gevangenisstraf moet je nog steeds eigenlijk je gevangenisstraf ondergaan. Waarom? Je hebt nog allemaal schulden die je achtervolgen. Je moet elke week naar de reclassering. En wat ik zeg, ik kwam niet aan een baantje. Zelfs bij de Albert Heijn werd ik niet aangenomen. Voor wat verdiende ik destijds? Misschien €8, €7 per uur. En daar werd ik niet aangenomen. Dan denk je ook van, jongen, hoe kan het? Dat is zo laag gekwalificeerd werk. Je hebt niet eens een opleiding nodig om bij de Albert Heijn te gaan werken. En zelfs dat kan ik niet gaan doen. Ja, wat kan ik dan nog wel doen? Ja, drugsdealer voor. Dat is dan, snap je? Dus je wordt wel een beetje... Tenminste, dat gevoel had ik. Voor als je nog jong bent, ben je niet echt... Dan kijk je niet verder dan je neus lang is. Ja. Tenminste, je gaat niet echt breed alles wel overwogen, zeg maar, beredeneren. Dus ja, ik kom al heel snel uit bij de straat, ja. Maar je hebt niet veel gespaard, hè? Nee, dat ook niet, nee. Ja. Nee, als je vast zit, dan is het ook zo lastig om te sparen. Nee, maar tijdens dat je vrijliep. Ja, precies.
alles gespendeerd. Ja, tuurlijk. Ja. Of feesten. Ja, misschien wel toen ik de laatste keer, misschien hou je nog wel wat geld over. Maar de eerste maanden gaat het al op eigenlijk. Ja. Ja, je moet bestellen, eten kost heel veel geld. Ja. Dus ja, op een gegeven moment, ja, je gaat toch, sigaretten kosten geld. Je krijgt misschien maar 10 euro per week. Ja, een normale bestelling is ongeveer 30, 40 euro. Dus per week, dus dan, ja, dan reken maar uit. Op een gegeven moment dan is je geld ook op. Ja. Ja. Nooit een dikke auto gekocht of zo? Nee, dat ook niet. Nee, ik had mijn rijbewijs ook niet. Dus ik had alleen maar altijd een scooter, had ik altijd. Maar ja, op een gegeven moment kom je buiten en is je scooter ook 1000 euro minder waard. Dus dat heb ik ook heel vaak. Ja. Ja. En je sliep altijd in hotels, hè? Ja, waarom nooit iets gehuurd? Ja, huren, dan zit je gelijk vast aan bepaalde dingen. Hè. Dan heb je een contract, moet je afsluiten, dan moet je geld betalen, 3 maanden vooruit betalen. Terwijl ja, ik wist niet hoe lang het nog zou duren. Je kan elk moment kun je opgepakt worden. En dan heb je straks 3 maanden vooruit betaald. Ja. Ja. Ja, dan ben je al je geld kwijt. Ik wist ook, ja, op een gegeven moment dacht ik ook van ja, ik ga op een gegeven moment word ik wel opgepakt. Want ik had nog voorwaardelijke straffen lopen. Dus ja, dan weet je al van op een gegeven moment, dan als zij vinden dat je niet aan de regels houdt, dan kunnen we ook al doe je niks, dan zeggen ze oké, je hebt je niet aan de regels gehouden, kom maar terug. Je moet nog dit en dat uitzetten. Je had toen geen Airbnb, hè? Nee, ook dat ook nog niet, nee. Nee, dus dat was voor mij hotel, ja, je gaat naar binnen en de volgende dag ben je weer eruit, ja. Maar je had wel altijd in je achterhoofd van ze gaan me pakken, dat gaat niet blijven duren. Ja, tuurlijk, ik had wel op een gegeven moment, wist ik al dat het niet zo lang zou gaan duren, ja. Maar je leeft met de dag, dus dat is het leven van een crimineel, je gaat niet... Veel vooruit kijken, zeg maar. Ja, het is echt heel erg kortzichtig eigenlijk. En vooral op die leeftijd, als je nog 19 jaar bent, ja, dan ga je niet echt. Dan heb je niet echt uitgebreid of hele mooie plannen voor de toekomst. Je denkt eigenlijk alleen maar in het moment. Ja. Wat is het verschil dan met nu en toen? Waarom heb je nu wel die inzicht? Is dat door te zitten of is het gewoon met ouder worden ook? De leeftijd? De leeftijd. Ja, precies. Ja, dat komt rond je 23ste, 24ste, dan ga je veel meer, tenminste bij mij dan. Veel meer dingen vooruit plannen en beseffen van hé, kijken. Van toch wel een beetje aan de toekomst denken. En ook niet alleen maar korte termijn, maar ook lange termijn visie, zeg maar, een beetje ontwikkelen. Ja, en dat heeft goed uitgepakt. Dus als je het ook een keer probeert en het werkt, ja, dan heb je het ervaren, snap je? Maar als je altijd met de dag leeft, ja, dan weet je niet eens hoe het is om bijvoorbeeld 3 maanden lang te sparen voor iets. Snap je? Ik wilde het gelijk dezelfde dag hebben. Ik wilde niet... geduld. Ja, je geduld. Moet leren. Ja, precies. Ja. Dat moet je ook leren, ja. Ja. Want is die klik gekomen met dat diploma? Dan of... Ja, diploma. Ja. Ja, ook voor het diploma natuurlijk. Richting dat diploma moet je natuurlijk ook leren en zo. Dat is gelukt. Ook met de talen leren. Dus Spaans, Italiaans, Frans. Dat heb ik allemaal geleerd, weet je, in de gevangenis. En toen merkte ik al dat ik best wel de tijd in iets kon investeren. Zonder dat ik daar een beloning voor kreeg, snap je? Ja. Want ja, ik was gewend. Ja, ik doe nu wat werk. Ik doe nu wat. En dan krijg ik meteen een beloning. Meteen. Dus het liefste als ik iets stal of als ik iets verkoop. Ja, meteen. Ik wil het geld meteen zien. Ja, maar zo gaat het niet in het leven. Zo werkt het gewoon niet, hè? Nee. Misschien wel voor Mbappé nu, met zijn 1,30 euro per seconde, of wat is het? Wat is dat, man? Per seconde, hè? Wat, 1,30 euro? Per seconde, hè? 1,30 euro. Per seconde. En dan, nu zeg ik, het was 1 euro plus, maar ik denk dat het 1,30 euro was. Veel meer, man. Per seconde. 54 miljoen per jaar. Ja. Wacht, ik ga nu gewoon, praat maar, hoor. Het is 54, echt zot eigenlijk. Ja. En dan, je hebt ook een tijdje toeristen opgelicht, hè? Opgelicht, ja, ik heb dat in het begin gedaan, maar ik merkte al heel snel dat het niet echt handig was. Nee, niet echt winstgevend ook niet, of? Ja, niet echt niet winstgevend. Ja, sommige toeristen die blijven langer dan 1 dag, snap je? Dus ja, je gaat ze 1 keer oplichten, pak je 1 keer 50 euro van ze af. Terwijl ze misschien wel 4 dagen blijven en kun je wel 800 euro aan ze verdienen, of misschien wel 1000 euro. En dan ga je die 50 euro nemen. En dan, snap je, dan kun je beter gewoon met ze praten, kijken hoe lang ze blijven. Ja, snap je? Dan kun je beter echt een goede deal met ze sluiten dan dat je ze alleen maar 50 euro oplicht. Ja. Ja, heb je vaak gehad dat je iemand oplichtte en dat hij dan een dag later terugkwam van hey, je hebt me opgelicht? Nee, dat heb ik nooit gehad. Als ik iemand heb opgelicht, dan zie je mij niet meer. Dan kom je mij niet meer tegen. Je hebt daar ook even een tijdje gedaan met Lil Kleine, heb ik gehoord. Of? Ja, Lil Kleine was een goede vriend van mij, ja. Dat is toch ook raar dat je dan zo... Ineens dat hij nu ineens elkaar groot is geworden. Ja, goed voor hem. Ik ben blij voor hem. Ja, zeker. Ja. Maar was dat, had je vaak partners? Of? Ja, ik heb gewoon veel vrienden gehad. Ja. En die vrienden van mij die waren meestal ook crimineel. Ja, dus die deden ook dingetjes. Ik ging niet echt om. Ja, ik had wel vrienden die ook nog brave burgers waren, zeg maar. Die netjes naar school gingen en zo. Maar ja, heel veel van mijn vrienden waren ook gewoon criminele jongens, zeg maar. Die deden ook dingetjes, ja. En dan word je meegetrokken in ook hun uitgaven en zo? Was ze zeggen, we gaan naar de club en direct een tafel? Nee, de tafels ben ik nooit van geweest. Nee, nooit van geweest. Ook mijn vrienden ook niet. Nee. Ah, ja, okay. Geldverspilling. Beter dat geld kun je gewoon lekker in je zak houden. Dus dat, dan ging ik liever... Wat ik wel deed, was wel gewoon altijd bijvoorbeeld... Voordat ik uitging, ging ik fles halen bij Gal en Gal of bij de sluiterij.
Ja, in plaats van dat je binnen gewoon biertjes of ja, misschien een drankje, vodka, whisky. Nee, ga niet daar honderden euro's uitgeven, nee. Terwijl ik gewoon buiten... Dan, het liefst heb ik dan 3 flessen in mijn buddy. Dus 3 gewoon volle flessen, liters. Die zijn van mij, die hoef ik niet te vragen. Hoef ik niet, nee. Mag je daar wel drinken? Nee, binnen mag je niet drinken, daar mag je niet roken. Snap je wat ik bedoel? En dan ja, heb je na het feest heb je nog 3 flessen. En dan zeg je, tada, doe je buddy open. Zeg je, kijk. Genieten. Dat was veel, ja, dat geeft me veel meer voldoening, zeg maar, dan dat je in een tent 3 flessen op de tafel hebt. En volgens mij, als je weggaat, mag je ze niet eens meenemen of zo. Of dan doen ze lastig. En dan is het ook 3 keer zo duur. Hè? Ja, dat ook 10 keer zo duur. Ja, 10, ja, echt duur nu. Ja. Heb je er spijt van? Ja, eigenlijk wel. Ja, van heel veel dingen heb ik spijt, zeker, ja. Ja. Het criminele leven is niet echt iets belonends of zo. Niet echt iets positiefs, waar je iets positiefs aan overhaalt. De meeste mensen houden er wel wat geld misschien aan over. Maar vooral ook heel veel negatieve ervaringen en stress. En ook misschien soms vijanden. En ook natuurlijk vijand. De staat is natuurlijk altijd je vijand. Dus een crimineel heeft altijd schulden of problemen met de staat eigenlijk. Ja. Dus als het niet gaat om boetes, als het niet gaat om belastingontduiking of wat dan ook, dan zijn het wel criminele dingen waar de politie of de overheid ze voor zoekt of probeert geld uit te troggelen, zeg maar. Want ja, de Nederlandse overheid is echt zeg maar master in, zeg maar, om echt mensen geld af te troggelen. En het liefst is er zoveel mogelijk geld van boeven af te troggelen, dus ja. Ja, het is niet echt winstgevend, zeg maar. Ziet je dan nu op straat als er dingen gebeuren? Of ik dat zie, als ik iets zie? Ja, je piekt toch sneller dingen op, hè? Ja, 100%. Ik loop over straat, ik zie gelijk van, oké, dat zijn zakkenrollers, die zijn het verkopen, die doet dit, die is daarop een klant aan het wachten. Oh, die is in deze omgeving, dan weet ik al wat die aan het doen is. Oh, dat is een hoer. Oh, die is dat. Ik weet van de meeste mensen wel, dat zeg maar, die awareness, die sensor eigenlijk. Je kijkt er anders naar, hè? Ja, je ziet alles heel anders en ook veel sneller. Dan maak je die connecties. Oké, dat zijn Roemenen, oké, dat zijn Bulgaren, oh, dat zijn Italianen, die zijn op vakantie. Oh, wacht eens even, nee. Die werken hier, ja, want die hebben geen rugzak bij zich. Snap je? Dus het gaat heel erg snel dat soort connecties maken. Ja. Maar denk je dat, is het nu de criminaliteit erger als vroeger in Amsterdam? Ik zou niet zeggen erger, maar het is misschien wel wat harder geworden, zeg maar. En ook zichtbaarder op straat. Maar ook weer onzichtbaar. Dus als je in Amsterdam komt en je komt als toerist, dan zeg je, oh, Amsterdam, wat leuk, wat gezellig. Nou, dan gaan die toeristen gaan naar de Wallen of dan gaan ze naar een club en dan gaan ze wat drinken. En dan denken ze, oh, wat allemaal gezellig. En dan staan ze ineens 5 uur s'nachts, 4 uur s'nachts staan ze in een groepje met jongens daar. En dan denk ze, oh, Amsterdam is helemaal niet zo gezellig. Gebeurt dat veel? Ja, het gebeurt wel veel als dronken toeristen irritant gaan doen en die lopen zo te schreeuwen, met geld te gooien en zo. Ja, dan vragen ze om eigenlijk om problemen. Ja, dat, in Amsterdam gebeurt dat dan best wel snel, ja. Maar zijn er frustraties bij jullie, omdat er ook, of in Amsterdam zijn er frustraties sowieso al met te veel aan toeristen? Nee, eigenlijk, ik heb er geen problemen mee. Eigenlijk iedereen, tenminste die ik ken, die vindt het juist goed dat er toeristen zijn, ja. Ja, toch wel. Het is toch wel natuurlijk een hele grote inkomstenbron van Amsterdam. En ja, als die mensen niet komen, ja, dan kunnen heel veel ondernemers kunnen gelijk hun deuren gaan sluiten. Ja. Ja, zeker. Want er is heel veel te beleven, maar dat is natuurlijk omdat er zoveel volk langskomt. Zeker, zeker. Ja. Ja, de toeristen maken Amsterdam wel Amsterdam, zeg maar. Ja, ik ken Amsterdam ook niet zonder toeristen. Dus tijdens corona eigenlijk was Amsterdam echt gewoon Amsterdam niet. Dus ik heb ook filmpjes gezien. Gewoon op een vrijdag of zaterdagavond zag je de Dam gewoon helemaal leeg. Alleen maar duiven op de Dam. Ja. Alleen maar duiven. Dan denk je van... Wat zoiets ga je niet meer meemaken. Nee, dat ga je niet meer meemaken. Ja. Daar zijn ze opnieuw met die lockdowns beginnen. Nee, dat moeten ze nu doen voor het apenpokkenvirus. Ja, precies. Ja, dat. Oh ja, apenpokkenvirus. What the fuck is dat, man? Monkeypox. Ja. Minder dan 100 sterfgevallen. Ja, ja. Ze gaan er wel zo eng uit, man. Ja, dat wel, maar dan gaan ze daar weer op gooien. Maar het is alleen, het is vooral bij homo's. Hè? Homo's, ja. Daarom. Ja. Die kerel gaat dan ook binnenkort lockdown. Specifieke lockdown, jezus. Mbappé, 1,59 euro per seconde. Dat is wel ziek, ja. Zo zot. Ja, dus hij heeft nu net 10 euro verdiend. Ja. Ziek, man, ja. Wat was je zotste dag ooit? Dat is misschien een rare vraag, maar volgens mij had je zo één dag. Een hele interessante vraag. Ja, ik heb allemaal van die zotte dagen. Dat begint al in de middag en dan eindigt het in de ochtend. Dat je gewoon dingen achter elkaar meemaakt. Ik zou het echt niet kunnen weten, man. Ja. Is er iets dat zo uitspringt van jou? Nee, in een belevenis of iets? Niet, nee, eigenlijk. Nee. Ik zit nu echt van heel veel verschillende dingen. Ik weet het eigenlijk niet eens. En ook die avonden en die dagen, die chronologie klopt dan ook niet meer. Van hoe is dat ook weer gegaan? En dan moet je het echt navragen eigenlijk aan vrienden en mensen hoe dat precies is gegaan. Dus nee, ik zou niet zo kunnen zeggen wat het zotste is wat ik heb meegemaakt. Maar ik heb wel veel zotte dingen meegemaakt. Waarom nooit in het groot verkocht? Wat dan? Waarom nooit in het groot verkocht? Ik was wel op een gegeven moment wat groter. Zeg maar honderden grammen, zeg maar. Maar uiteindelijk dan
toch fouten gemaakt. Ja, je moet toch wel echt kunnen bewaren en niet aan het geld zitten. Je moet het geld echt apart houden en niet aan het geld zitten. Ja, anders dan ga je toch op een gegeven moment, dan draai je winst. Maar dan op een gegeven moment is je winst even groot als je uitgaven. En dan stok je. Dus dan stopt je ontwikkeling eigenlijk op het criminele vlak. Dus dat kan op een gegeven moment zo gaan. En dat was bij mij het geval. Dus dat ging ja, meer uitgeven dan dat ik verdiende eigenlijk. Ja, en dat was de fout. Als ik niet zoveel uitgaf als ik deed, ja, dan had ik misschien wel wat aan overgehouden. Dan had ik misschien iets op kunnen zetten. Op een gegeven moment raak je een ton aan, misschien 2 ton. En dan kun je investeren in iets. Zou kunnen. Maar uiteindelijk, misschien het had gewoon zo moeten zijn. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat het zo is gegaan. Anders zat ik hier misschien nu niet. Dus ja. Gek, hè? Ja, ik bedoel, had je ook ooit een probleem gehad dat je niet kon betalen? Ja, ik heb niet echt... misschien met de overheid. krijg ineens een boete van 5000 euro die ik meteen moet betalen. Ja, ik kan niet betalen 5000 euro in één keer. En vooral niet aan de overheid. Ja, dan dacht ik van, dat ga ik toch niet betalen? Ben je gek geworden? Dus ja, dat heb ik wel eens gehad. Maar echt dat ik niet kon betalen. Ik heb wel eens gehad dat ik te veel had, cocaïne had genomen van iemand. En ik kon hem niet betalen. Ja, heb ik mijn horloge ingeleverd. Armani horloge was dat. Mm. Dus die heeft hij toen van mij gepakt. Ja, ik zeg, pak die horloge maar, ja. Ja. Maar dat is het enige dat ik ooit heb meegemaakt, ja. Nu praat je veel voor mensen over je verleden. Klopt. Als de 15-jarige Younes in het publiek zou gezeten hebben en naar u had geluisterd, had hij toen veranderd? Of had hij gewoon op straat gekomen en terug? Ik denk niet dat hij goed... Hij had wel geluisterd, maar had er niet veel mee gedaan, denk ik. Nee. Nee, ik had echt wel misschien echt een buddy nodig. Iemand die ouder is dan ik, die het zelf had meegemaakt en die mij eruit zou kunnen trekken. En dat je werd de oudste. Thuis. Ja, ik was ook de oudste thuis. Ja. Dus ja, ik doe nu zelf ook dat werk. Dat ik zeg maar jongeren van de straat probeer te coachen en te begeleiden. Grote broerachtig. Ja, maar dat is wel datgene wat heel veel van die jongens zoeken. Want als ze dat niet hebben, dan gaan ze het ergens anders zoeken. En dat is de straat. En daar vind je altijd wel wat. Ja. Dus dat is het belangrijkste wat ik denk nu wat zou moeten veranderen. Is dat in plaats van reclassering en zo, dat ze eigenlijk een buddy zouden krijgen. Iemand die ervaringsdeskundige is, die heeft meegemaakt en in dezelfde schoenen heeft gestaan als die persoon. Ja, dat zijn de mensen die waarna ze eigenlijk opkijken, ook in positieve zin. Dus positieve rolmodellen, dat is echt heel belangrijk. Ja. Want anders kijken ze alleen maar naar negatieve rolmodellen. Ik ken heel veel jongens die wilden Scarface worden of Totorina. Ja, of die kijken te veel naar gangsterfilms. Ja. Die zitten zelfs die... Mokromafia. Ja, nou, die zitten zelfs die... Hoe noem je dat? Die scènes zitten ze gewoon na te spelen. Die kennen ze helemaal uit hun hoofd. Gaan ze gewoon na. Om ze zien het alternatief niet, hè? Ja, precies. Ze zien inderdaad, wat je zegt, een positieve rolmodel. Iemand die daar in die situatie is geweest. Ja. En die toch iets anders is gaan doen. Dat klopt. Zien ze niet. Dat is belangrijk. Ja. Ja, dat is echt heel belangrijk om dat te zien. Dat er meerdere uitwegen zijn. En dat er niet alle. Dat er meerdere wegen zijn naar Rome, eigenlijk, om het simpel te zeggen. En vooral als je nog jong bent, dan heb je echt oogkleppen op. En dan duurt het soms ook wat langer voordat je dat gaat zien. Bij mij duurde het heel lang. Ik was pas 24 en ik moest mijn diploma halen eigenlijk voordat ik pas ging zien van... Hey, wacht eens even, ik kan gewoon gaan studeren. Ik kan gewoon nog met normale mensen naar school gaan. Ik krijg 1000 euro in de maand gratis van de overheid om te gaan studeren. Ja, je krijgt in Amsterdam, in Nederland krijg je studiefinanciering, Stufi noemen ze het, van Ome Duo. Yes, yes. Ja, dan krijg je 1000 euro in de maand gratis. Het is niet gratis, een lening tegenwoordig, maar... Het ziet er wel heel gratis uit, want ik ging gewoon naar de pinautomaat en dan ging ik pinnen en dan komt er 1000 euro uit. Dan dacht ik, wow, dat is makkelijk verdiend. Dat is wel, alleen maar positief. Ja, maar op dat moment was het nog niet echt heel erg. Ja, tuurlijk. Snap je, je bent net uit die criminaliteit en dan ben je opeens student. Ja, dat is een beetje een grote switch. Maar het komt wel, het is echt een proces. Daarom zeg ik ook, je kan niet in één keer uit de criminaliteit stappen. Het is echt een, je hele mind is gewoon crimineel. Ja, je moet wel echt... gewoon echt veranderen om daar... Ja, en het is een proces, zeg maar. Wat moet echt begeleid worden. Ja, wat tijd kost, zeker. Ja. Ja. Ik had geen begeleiding, ik was mezelf mijn eigen begeleider. Maar ja, dan ga je ook vaker op je bek en dan ga je ook vaker fouten maken weer, ja. Heb je niet iemand dat je begeleid, of? Nee, absoluut niet. Nee, toch niet. Nee. Zou je het kunnen, of? Word ik begeleid? Nee, zou jij iemand kunnen begeleiden? Ja, zeker. Zeker. Ja, 100%, ja. Oké, denk nou er al zijn. Ja, man. Oké, Younes. Lekker verhaal, heel gezellig. Top, man. Vond ik ook gezellig. Ik vind het super mooi wat je nu ook doet, dat jij je energie daarin stopt. Ja. Andere begeleiden, heel mooi, man. Thanks, man. Naam van je boek nog? Ja. Hey, het heet Johannes uit Jordaan. Het is mijn boek, het wordt best wel goed gelezen, ook in België. Dus wil je hem bestellen, check dan even mijn Instagram-kanaal of anders gewoon www.younesfinani.nl of bol.com. En bestel hem maar en lezen vooral. Tuurlijk op bol.com. Ik bedoel, dat kon niet anders. Ja, ja. Ja. Als Coolblue boeken verkocht, had je waarschijnlijk ook op Coolblue. Denk het wel, dat is toch? Ja, zeker. All right, tot de volgende keer. Lekker, man. Ja, zeker. Komen jullie de volgende keer naar Amsterdam? Ja, sowieso. Dat zijn we vaak. Ja, dat is goed. Ciao.